Goedemorgen allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Twee senioren op reis, rondje Mediterranee. Zoals jullie van de vorige aflevering al weten, zitten we in Frankrijk. Net over de grens, moet ik zeggen, maar goed, dan nog. Het is vandaag wat heiig. Het is ook een beetje nat, het heeft wat geregend. Op dit moment is het droog. Het is hier wel een prachtige omgeving. We zitten gewoon in het buitengebied, dus niet in een, in een plaatsje of zo. Het is intussen, even kijken, bijna 9 uur. We gaan vandaag een stukje rijden. Eerst even naar een plaatsje, Aix-les-Jeux of iets dergelijks. Kijken of ik daar een bakker kan vinden om wat te ontbijten. Daarna gaan we richting Andorra. Dat stond al op het programma, maar mij is verteld dat er in Andorra heel veel motorzaken zijn. Nou, dan hoop ik een nieuwe buitenspiegel, of gewoon een rechter spiegel te kunnen kopen. Want die is nu met plakband, je kan het bijna niet zien omdat het ook zwart is. Maar met plakband is hij vastgezet omdat hij helemaal loskomt. Daarnaast hebben we nog een klein avontuurtje. Ik heb na heel veel zoeken heb ik de leverancier van de vizieren kunnen vinden in Engeland. Daar heb ik al eerder een keer een vizier voor besteld voor deze helm. Omdat ik schijnbaar toch niet zo voorzichtig ben dat er af en toe een kras op komt. Dit heb ik daar gewoon keurig besteld. Ik heb met in Marseille, waar ik zo meteen ook nog naartoe wil, een hostel gevraagd of ik het daar naartoe mocht sturen. Nou, dat was ook prima. Niks aan de hand. Totdat de leverancier mij vertelde, ja, maar we zijn tegenwoordig buiten de EU. En waarschijnlijk moet je importheffing betalen. Nou, is dat niet zo erg, want dat zal niet de hoeveelheid geld zijn. Maar ja, dat hostel wil niet betalen. Wel een pakje aannemen, maar wil er geen invoerrechten voor betalen. Dus ja, het wordt even spannend. Het zal eraan komen. Maar of ik er eerder ben of gelijk. Of dat ik in ieder geval toch mijn scherm in ontvangst kan nemen. Maar goed, dat moet ik maar afwachten. En we gaan nu voor het eerst rijden. En dan zien we het verder vanzelf. Wat de dag brengt.
Het hele tritje hebben we net gedaan. Maar kijk, die bergen zo mooi. En hoe hoog we hier zitten. Daar gaan we verder. Met ook hier weer hele lage bewolking. En ik heb nu mijn jas aan, of mijn binnenjas. Nou, dat is perfect, maar ik ga ook nog even een collertje omdoen, denk ik. Want het is bizar koud. 8 graden is het ertussen. In de winter in Nederland zou ik niet gaan rijden met dit weer. Met een watje. Zien jullie dat remspoor daar? Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik zie een remspoor van heel ver weg. Hier tussendoor. Gaat hier over de grond verder. En eindigt bij deze auto. En ik heb dat niet eens zo in de gaten, maar de auto is hier geëindigd tegen de vangrail. En de airbag is geklapt. De voorruit is kapot. Hij heeft het hele blok beton weggereten hier. Hier is iets heftigs gebeurd, kan ik wel zeggen. En hoe hard moet je rijden om zo'n remspoor te hebben? Remspost met Andorra. Het is intussen 6 graden. Dat is me nogal een temperatuurtje. Het is fripsjes. Ik weet eigenlijk deze van Andorra EU is. Wij zijn officieel in Andorra. Tenminste, dat neem ik aan. 5 graden zeg. Dat had ik niet verwacht. Ik rij stapvoets. Er is toch niemand om me heen en ik kan rustig kijken naar het uitzicht hier om te kijken. En dit is een hele lange oranje om over te gaan op rood. Ik ben even gestopt om te kijken waar ik nou precies naartoe moet. En namelijk de richtingborden stonden de andere kant op dan ik aangewezen kreeg. Maar ik blijk een omweg te maken. En vanwege mooi uitzicht, mooie route. Ik denk trouwens dat als je die stenen daar ziet, dat ik daar zo zigzagend helemaal naar boven ga. Ik weet niet of je het op de GoPro kan zien, maar helemaal op de top daar staan auto's. Dus ik denk dat ik daar heen en weer ga rijden. Dat is ook wel te zien volgens mij op het kaartje. Zo, dat was een van de laatste haarspelbochten. Zo. Je moet wel in z'n twee de haarspelbocht in.
Maar natuurlijk wel even de tijd in de gaten houden. Maar ik kon het toch niet laten, even lekker een kopje koffie. Soep hebben ze helaas niet, dat heb ik geprobeerd. Nou, een prachtig uitzicht hier. Heerlijke zon, ondanks dat het best fris is, toch wel warm. Klinkt in als een contradictio, maar de lage temperatuur en toch warm. Zo moet ik het zeggen. Ja, hoe zijn de ontwikkelingen? Ik heb het even niet allemaal meegefilmd, om ja, persoonlijk met mensen te gaan filmen is ook wat. Ik stond voor een onderdelenhandel en die ging pas om 4 uur open. Dus het duurde alleen maar. Ik zag 2 werknemers buiten staan kletsen. Even gevraagd en die verwezen mij door naar BMW Motorraad, oftewel gewoon de dealer van mijn motorfiets. Ja, waar moet je anders onderdelen kopen dan bij je dealer? Nou, daar ben ik nu. BMW Service. Nou ja, dat gaat vooral om auto's hier. Het is heel erg verweven hier. Er staan wel een paar oude motortjes. Kijk, ik heb een K75 en dit is een K100. Dus dezelfde motor. Het ziet er alleen heel anders uit. Maar ik heb wel valbeugels en een kuip. Dit heb ik niet. Maar dit is een iets zwaarder model, maar de motor is verder hetzelfde. Er staat hier nog een ouwtje. Dus ze kennen wel de oude motoren. Ik heb het inderdaad hier weten te vinden. Dat vond ik ook knap trouwens. En ik ben niet zo heel ver vandaan. Hier overnacht ik. Morgenochtend tussen 9:30 en 10:00 dan is mijn spiegel hier. Ik heb al een keer eerder een spiegelstuk gemaakt. Gewoon in mijn garage. Dus verder niet zo heel veel bijzonders. Toen heb ik er eentje besteld bij de originele fabrikant van de spiegels. En, want BMW maakt natuurlijk die spiegels ook niet zelf, die koopt ze in. Bij de originele fabrikant, nou hier bij de dealer zijn ze precies 3 keer zo duur. Maar ja, het is even niet anders. Ik ben blij dat ik een spiegel heb. En dat we aan de gang kunnen en dat ik morgen tot tussen 9:30 en 9:30 mijn spiegel erop kan zetten. En dat ik dan de tocht weer kan vervolgen. Dus dat gaan we doen. Ik ga nu richting hostel. Thank you.
Enfin, ik ben in het gebouw gekomen uit deze lift. Oh, kijk, hier zit een zithoek. Beetje donker, maar goed, het is een zithoek. Trappenhuis. Deze kant moest ik op en dan zag ik daar 205. Dit is dan mijn kamer. Een bed. En een deken, handdoeken, werktafeltje, kasten voor spullen. Hier zie ik iets over wifi. Nou, dat moet dan ook goed gaan. Badkamer. Met een, ja, een baddouche, want hier kan bad kan je niet noemen. Maar goed. Een spiegel, een wastafel en een wc. Ik heb een instructiemail gekregen in het Spaans. Nou, dat duurde al even voordat ik erachter was hoe de toegangscode werkte. Maar die heb ik uiteindelijk gevonden. En nou, deze deur was open. Dus er zit geen sleutel. Dus ik moet ergens een sleutel ophalen. Maar dat heb ik wel een beetje uit de mail. Maar hoe en waar, daar ben ik dan niet achter. Dus dat ga ik nu eventjes uitzoeken. Nowhere to run.